Ja, sorry dat ik onderbreek, mevrouw de voorzitter. Ik wil dit echt even gezegd hebben. Wij pleiten toch werkelijk voor een periodieke invoering van de GWBZ. Op deze manier willen wij de lagere inkomens in eerste instantie ontzien en kiezen wij voor de lange termijn. In plaats van voor een snelle, overhaaste noodingreep. Ja, mevrouw de voorzitter, als ik daar eventjes op mag reageren. Ik en mijn partij vinden het plan van de heer Poortman een kankerplan. Tevens vinden wij het hele idee van de GWBZ ongelofelijke kankeronzin. Dank u wel. Nou, mevrouw de voorzitter, daar denken wij iets anders over. Wij hopen ook dat de heer Mons en zijn partij inzien dat dit veel kan opleveren, ook op de lange termijn. Ja, mevrouw de voorzitter, het levert natuurlijk alleen iets op voor de heer Poortman zelf, die natuurlijk over de rug van het volk zijn zakken wil vullen, terwijl we niet moeten vergeten dat hij zelf de grootste zak is. Een ongelofelijke tyfusklootzak met een dito plan. En lange termijn, ik weet wel waarom hij dat zegt, want zelf is hij nogal klein. Een kleine geest in een klein, dik lichaam. Dank u wel. Nou ja, mevrouw de voorzitter, er mag misschien hier en daar wel een kilootje af. Ik zou niet weten wat dat te maken zou kunnen hebben met de GWBZ. Waarvan ik hoop dat de heer Mons inziet dat het nu al mooie resultaten oplevert. Mevrouw de voorzitter, het plan is net zo lelijk als de vrouw van de heer Poortman. Wat meneer hier schetst met zijn GWBZ, oftewel de grote, waardeloze, belachelijke zeikonzin. Dank u wel. Dat is de meest gevaarlijke kankersituatie uit de geschiedenis van ons land. Terwijl wat wij willen is het allermooiste en allerprachtigste voor de toekomst van dit land en de wereld en het heelal. Dank u wel. Nou ja, daar moeten we op een ander moment maar even op terugkomen. Of de plannen van de heer Mons nou het allermooiste voor ons land zouden opleveren. Nou, mevrouw de voorzitter. Deze ongekend harde en persoonlijke aanval van de heer Poortman aan mijn adres gaat ver over de grenzen van het fatsoen. Doe even normaal, man. Oh, nou, dat spijt me dan. Mijn excuses, mevrouw de voorzitter. Sorry, ik liet me wellicht iets te veel meevoeren door mijn emoties. Ja, mevrouw de voorzitter. Kijk, als meneer zijn emoties niet in bedwang kan houden, omdat hij steeds moet janken om de ziekte van zijn vrouw. Hè? Overigens niet bepaald het type vrouw waar je nou heel erg rauwig om moet zijn als ze er tussenuit piept. Maar goed, dan kunnen we ons toch gaan afvragen, is deze man wel geschikt voor de functie die hij bekleedt? Ik denk van niet en daarom dring ik met mijn hele fractie aan op het onmiddellijke aftreden van de heer Poortman, de onbekwame huilenbalk. Dank u wel. Nou ja, misschien mogen we weer even door over de GWBZ. Kijk, hij moet niet denken dat als hij hier onbetamelijk gaat staan janken, dat wij dan ineens met z'n allen voor zijn plan gaan stemmen. Mevrouw de voorzitter, ik begrijp niet waar mijn buurman het over heeft. Ik sta niet te huilen, heb ik geen enkele reden voor. Dit is een mooi en hoopvol plan. Nou, mevrouw de voorzitter, ik zie toch echt een paar kleine traantjes komen hoor in de ogen van mijn buurman hier. Buurman, oh buurman. Kijk mevrouw de voorzitter, buurman, hij gaat bijna huilen. Buurman, ach gossie. Buurman, oh buurman. Kijk, daar komen de buurman, waterlanders al. Kijk, daar komen buurman, ze aan. Ach. Buurman, oh buurman.